Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren aan de eerste groep studenten van het Surinaamse Diplomateninstituut de diploma's uitgereikt. De groep bestond uit 33 studenten. Volgens Ildis Polak Bigli, minister van Buitenlandse Zaken, heeft Suriname met meer dan 10 landen MOU's getekend. Verschillende diplomaten zijn in enkele van deze landen getraind. In het eerste kwartaal van het volgend jaar hoopt het ministerie volgens de bewindsvrouwen een eigen Suriname diplomatiek gebouw op te kunnen zetten. And that support has come from the Kingdom of Morocco. And tonight we have the ambassador of the People's Republic of China who would like to make another grand gesture, that is equipment to the institute. But he also did something that was dear to my heart. And it is to announce with us, and hopefully tonight we can do that, a research and development fund for the Suriname Diplomatic Institute, which will allow us to do some small research projects for diplomats or those that want to write any kind of diplomatic piece within the institute. So I would like to invite the ambassador to make the presentation, and I want to thank each partner present here for making such great contributions to our own Suriname Diplomatic Institute that we will in time give an appropriate name. Thank you. De Chinese regering zal een bijdrage leveren aan de bouw van het Diplomatic Instituut. Volgens ambassadeur Li Guan van China is deze geste een kleine contributie om te helpen bij de training van diplomaten. When State Councilor and Foreign Minister Wang Yi came to visit Suriname, he signed with His Excellency, the Minister of Foreign Affairs, the Memorandum of Understanding between the Institute of Foreign Affairs of China and the Institute of Foreign Affairs of Suriname. So I hope that we could deliver in the future time to further strengthen this kind of training exchanges and courses to benefit both sides. Li Guan, ambassadeur van China in Suriname. Hij sprak gisteren na de diploma-uitreiking van de eerste groep studenten van het Surinaamse Diplomateninstituut. 33 studenten hebben hun diplomatendiploma in ontvangst genomen. De uitreiking vond plaats in het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex.